De wijziging van de ontwerpwet uitoefening geneeskundige beroepen is nodig om de Oral Health Therapist, OHT, een wettelijke grondslag te geven. De jeugdtandverzorger is de voorloper geweest op de Oral Health Therapist. Echter zijn er enkele verschillen waarbij iemand die de OHT-opleiding gedaan heeft, direct kan doorstromen naar een masteropleiding. Dit haalde Cheryl Dijksteel, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, gisteren aan in de Nationale Assemblée. Dijksteel legt uit dat vanaf het opnemen van de OHT in de wet geneeskundige beroepen er geen jeugdtandverzorger meer opgeleid zullen worden. Het belang van de OHT'er, die zien we terug in deze slide. Ze hebben hetzelfde belang, gezondheidsbevordering, laagdrempelige preventieve zorg, kinderen, volwassenen, formele ondersteuning naar artsen en de trend in de wereld. Indien voegen dat er iets extra's is bij de OHT'er en dat is dat de opgeleide oral health therapist bevoegdheden en dienstniveau aansluiten op internationale standaarden. De bedoeling van de OHT'er is dat die in het verre binnenland de mensen bedient met preventieve en curatieve zorg. De wettelijke grondslag voor de oral health therapist. Dit ontwerp wat wij behandelen, wat onder uw hamer is, die biedt dus, die bewerkstelligt de wettelijke grondslag voor de oral health therapist. Dijksteel geeft aan dat personen die voor dit wetsontwerp geslaagd zijn als OHT'er meteen meegenomen zullen worden. In de wet is er een artikel opgenomen waarin staat dat deze groep gedekt wordt. Ze geeft ook aan dat als de wettelijke grondslag komt, de titel van Oral Health Therapist beschermd is. Met de wettelijke grondslag hebben we meteen ook de naam van de Oral Health Therapist beschermd en ook de oral health therapist wordt onderworpen aan een eetaflegging. Nog een keer, de Hippocratic Oath, do no harm, principe dat we kennen in de medische wetenschap. Er is meteen toegang tot bachelor- en masterstructuur, dat heb ik eerder al aangegeven. En nadere regels in zaken de bevoegdheid van de oral health therapist, die zullen per staatsbesluit worden geregeld. Hetzelfde principe als dat van de JTV'er toen in 2007 middels staatsbesluit. Parlementariër Dijksteel benadrukt dat nadere regels in zaken de bevoegdheid van de oral health therapist via staatsbesluit bepaald zullen worden. Dit zal hetzelfde principe zijn als dat van de jeugdtandverzorger, welke toen in 2007 via staatsbesluit is bepaald.